Het is de zevende zondag van Pasen en we lezen uit Johannes 17. We zitten aan het einde van de paastijd. De paaskaars brandt nog en die wordt straks gedoofd na Pinksteren. Jezus bidt vandaag om eenheid. Hoe vaak horen we Jezus bidden in het evangelie? Soms dan zeer, dan wordt beschreven dat hij aan het bidden is, maar nu hoor je hem bidden in het evangelie en hij bidt om eenheid. Eenheid. Daar is hij voor gekomen. Om de eenheid te herstellen tussen God en de mens. Tussen mensen onderling. Jezus spreekt dan bijna mystieke taal. God in ons, wij in God, hij in ons, wij in hem. Een eenheid die verder gaat dan alleen maar samen iets doen. Diepe onderlinge betrokkenheid. Door Jezus kan er een eenheid ontstaan tussen God en de mens. En Jezus bidt op die eenheid. Die eenheid moet in zijn kerk zichtbaar worden. In zijn kerk, in zijn mensen, in de gemeenschap, in de gezinnen, de relatie tussen man en vrouw, ouders, kinderen, in een dorp, eenheid. Waarin mensen op elkaar betrokken zijn. Dan komt in die eenheid God zelf in ons midden. En dan wordt gaandeweg bereikt waar hij voor gekomen is. Gods koninkrijk.